Nou heeft premier Balkenende vandaag in Buitenhof ontkend dat u vrijdagavond met aftreden zou hebben gedreigd. En ogenblikkelijk daarop zegt minister Plasterk weer dat de premier jokt. En dat Verhagen wel degelijk met aftreden dreigde. Er is eigenlijk maar één die daar definitief opheldering over kan geven. Dat bent u. Hebt u nou wel of niet met aftreden gedreigd? Ja, jongens, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te gaan kissen. Ik dacht dat wij vrijdagnacht ook met respect en waardering voor elkaar afscheid. Nee, maar hebt u nou gedreigd of niet? Laat ik om te beginnen zeggen dat, dat ik niet meedoe aan het kissenpissen. Dus ik ga me beperken tot de feiten. En als meneer Plasterk met alle respect allerlei dingen wil zeggen... Jawel, maar u geeft geen antwoord. Op Twitter zegt u, ik heb vrijdag nacht niet gedreigd met opstappen. Om 3 uur s'nachts kwam de minister-president met een laatste poging. En heeft u een eindvoorstel gedaan waar ik moeite mee had, maar waar ik mee heb ingestemd. Maar laat ik op zich vooropstellen dat het helemaal niet slecht is als de minister zegt... ik ga niet ten koste van alles aan dat plusje gekleed blijven zitten. Ik ben minister om dingen te doen. Ja, ja. Maar als dus kabinet... niet direct dreigen, maar toch... Nee, sorry. Nee, niks te dreigen. Heel duidelijk, niet gedreigd. Ja, ook niet tegen PvdA-collega's. Als een kabinet een besluit genomen had... wat ik niet voor mijn verantwoording kan nemen... dan zou ik daar wel consequenties uitgetrokken hebben. Precies. Ik zou het bijvoorbeeld... Ja. Onacceptabel gevonden hebben, met alle respect, als wij tot een missie zouden besluiten die niet zinvol is, waar als bijvoorbeeld militairen onnodig veel risico's zouden lopen, tientallen miljoenen over de balk gesmeten zou worden alleen om een coalitieprobleem op te lossen. Ja. Dat zou voor mij onacceptabel zijn. Maar zover is het nooit gekomen, want het eindvoorstel van de minister-president was moeilijk voor mij, maar ik kon er eer en geweten daar ja tegen zeggen. De consequentie was duidelijk. Geen woorden in de mond leggen. Maar op den duur, als het wel zover was gekomen, had u gezegd, dan kan ik niet meedoen. Zover was het helemaal, is het helemaal niet gekomen. Nee. Was het niet gekomen omdat er een voorstel ter tafel lag, wat ik naar eer en geweten ja op kon zeggen. En dat konden alle collega's van het CDA, dat konden alle collega's van de ChristenUnie, maar de Partij van de Arbeid, dat is een dictaat op te leggen. Dat was het geval. Oké. Gaat het nu naar Balkenende 5 of 6 of naar Eurlings 1 of Verhagen 1? Wat... Die laatste twee zijn bij mij weten niet het geval. Ik dacht dat het partijbestuur vrij helder is geweest door, en daar ben ik blij mee, Balkenende weer aan te wijzen om lijsttrekker te worden. Ik had die hoop, ik ben blij dat hij zich nog een keer kandidaat wil stellen. Ik vind Balkenende niet alleen de meest ervaren, maar ook een betrouwbare politicus en de meest... onderschatte politicus overigens van Nederland. Dat heeft hij keer op keer bewezen. En hij heeft iedere keer bewezen dat hij een goede lijsttrekker is. Dat hij verkiezingen wint en dat hij het goede voor heeft met het land. En zeer betrouwbaar is. En dat, wat dat betreft ben ik blij dat het partijbestuur gezegd heeft. Wij willen hem weer als lijsttrekker voor de voorkomende verkiezingen. Oké, wie weet. Op naar Balkenende 6. Minister Verhagen, dank u zeer.